hebben het vandaag gehad over bewustwordingscampagnes. Bij tijd en wijle zijn er campagnes die mensen ergens bewust van willen maken. Van een bepaald onderwerp, of een bepaald probleem, van een bepaald stigma misschien. Maar wat is de zin van dat soort campagnes eigenlijk, Vincent? Nou ja, vanuit bewustwording, je kan niet geld geven als je niet weet dat het er is. Dus je moet eerst zorgen dat mensen ergens bewust van zijn. En zoals al eerder is gezegd, uiteindelijk gaat er dan ergens een merkje in je hoofd hangen. Ongeveer hetzelfde zoals ik mijn pindakaas uitkies, dat ik altijd weer voor dat ene merk kies. Want ergens heb ik opgevangen dat die waarschijnlijk wel lekkerder is. Dus ja, het is als een soort Calvé-effect. Jeroen Wegs? Ja, waarbij soms dan de naam Calvé blijft hangen, maar dat je niet eens weet wat het is. Dus dan kun je wel in een supermarkt staan, maar als je niet weet wat... Dan wil je misschien wel Calvé, of als het je tegen zou komen, dat koop. Maar als je gaat ook niet naar op zoek. Dus ik vraag me af of het altijd zo nuttig is dan. Wouter Omen. Ja, en op het moment dat je geen geld geeft of je niet ergens lid van wordt, ben ik heel benieuwd of het dan per campagne ook gewoon een sociale houding oplevert die anders is, zodat je je anders gaat gedragen. Wat natuurlijk ook een verandering teweeg brengt. We hebben het gehad over bewustwordingscampagnes waarmee je intrinsiek gemotiveerd moet raken om je oma te bezoeken. Sorry, ik bedoel om tegen allerlei dingen te zijn. Dit was aflevering 32 van Onder Mediadoktoren. Ik dank mijn gasten. Graag tot de volgende keer. Onder Mediadoktoren is een podcast van Linda Duits, Vincent Kroonen en Alexander Pleiter. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl.